Ik ga beginnen met de zomer in 2016. Dat is een half jaar geleden. Het was een bijzondere zomer, want ik stond samen met mijn compagnon op het podium. En we werden uitgeroepen voor beste jonge ondernemer van Nederland. En dat moment, dat willen we eigenlijk herleven. En daarvoor heb ik die beker die er staat meegenomen. En ik wil jullie vragen, dat als ik die beker zo pak en ik stap hier op het podium, dat we met z'n allen weer even doen alsof het juni 2016 is en wij die prijs wonnen. Zullen we dat afspreken? Eén maand later had ik geen inkomen meer, stond al ons personeel op straat en werd ons kantoor van 400 vierkante meter leeggehaald. Ik was 17 en ik werkte bij Staples als postsorteerder. Staples is een organisatie, een bedrijf, een office center, waar ondernemers komen om laptops, telefoons, alles wat een ondernemer nodig heeft, op te halen of te kopen. En ik begon daar als jonge jongen en ik kwam daar ook in aanraking met die ondernemers. Want ik raakte in gesprek over hun post in eerste instantie, maar daarna ook over hun missie, hun dromen, hun visie. En ik merkte al gauw dat daar mensen kwamen met een heel duidelijk doel. Het bouwen van een eigen bedrijf. En ook al was ik jong en woonde ik in een kamer van 16 vierkante meter in Utrecht, ik dacht, dat kan ik ook wel. Maar eerst ging ik de sales in. En dat was leuk, want ik heb daar leren verkopen. Ik was een ontzettend irritante gozer aan de deur die energie verkocht. Maar het ging wel heel goed. En daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. En op een gegeven moment dacht ik, nu wordt het tijd om te stoppen met dat energie. En om te beginnen met het verkopen van mijn eigen producten. En dat deed ik onder de naam awijninga.nl. Natuurlijk, samenvatting van mijn voor- en achternaam. Ik dacht, dat werkt wel in het begin. En ik stond bij bedrijven, stond ik uit te leggen over hoe een Facebookpagina werkt en hoe een Twitterpagina werkt. En dat zag er zo uit. Ik had een bril, ik was een heel ander soort jongen dan dat ik nu ben. En ik stond met Comic Sans op mijn slide, stond ik te vertellen hoe een omslagfoto, hoe groot die wel niet was. Nou, een presentatie die ik waarschijnlijk nooit meer zal geven. Maar zo ben ik wel begonnen. En zo verdiende ik mijn extra zakcentje. Ik heb ooit rechten gestudeerd en dacht, nou dat werd niks. En ik ging me hierop focussen. Maar al gauw kwam ik erachter dat ik geen bedrijfsnaam als achternaam, of achternaam als bedrijfsnaam wilde. Maar dat ik een merk moest gaan bouwen. Het ging niet meer om mij, het ging om een bedrijf. Een bedrijf huurt een bedrijf in hiervoor. En zo is The Next Network, mijn social media bureau, is ontstaan. En zoals jullie zien, je ziet een tv, een tafel, mensen zitten op een bank. En er was ook nog een bed. En dat was het. Maar daar kon ik het wel mee doen. En deze mensen die spreken eigenlijk nooit meer. Maar ze hebben wel geholpen met het bouwen van mijn bedrijf. Dat betekende een grotere studentenkamer. En je ziet de pizza. Aan de andere kant zie je ook de handdoeken bij het raam. Omdat ik daar ook gewoon douchte en van alles deed. Uiteindelijk gingen we ook groter. Een eigen kantoor. Dat was mooi. Want dat was mijn eerste eigen kantoor. En ik was 18... En ik kon mijn eigen kantoor openen. Een droom van elke jonge ondernemer van 18, die wil dat. Die wil daarvoor gaan. En ik had er hard voor gewerkt. Ze hadden een gaaf evenement, logo op de muur geplakt, met het eerste personeel dat ik in dienst had. En het was hartstikke leuk. Ik was volop aan het leren. En ik vond het geweldig. En ook hier groei ik. Ik ben een hele jonge jongen nog steeds overigens. Maar het was hartstikke leuk en we gingen groeien. Het team werd uitgebreid, het kantoor werd steeds groter. En uiteindelijk zaten we in een kantoor van 100 vierkante meter. Nog steeds met dat eeuwige logo op de muur. En die groei, die bleef aan. En eigenlijk kwam ook op dat moment de vraag vanuit de klant. Joh, leuk hoor, dat Facebook en dat Twitter en dat Instagram. Maar wat doen jullie nou eigenlijk met WhatsApp? Toen zijn we gaan nadenken en gaan nadenken. Toen dachten we, ja, wat doen we eigenlijk met WhatsApp? En we kwamen tot de conclusie dat een van de grootste netwerken, jullie gebruiken waarschijnlijk allemaal, die benutten we niet. Dus toen dachten we, nou, daar moeten we een oplossing voor vinden. En dat was technisch allemaal wat lastig. Dus zijn we op internet gaan googlen of gaan zoeken naar een mogelijkheid om op WhatsApp aan te sluiten, waardoor bedrijven konden WhatsAppen met hun klanten. Uiteindelijk is dat de Android-app, die was door iemand op het internet gehackt.
En we dachten, we trekken die, het is heel verstandig, we trekken gewoon al die gegevens eruit en die geven we weer in ons eigen systeem. En dat was ons idee, we dachten, daar lopen we wel een risico mee, maar we zijn jong, we willen gas geven, dat risico, dat nemen we wel. Want we wilden die vraag vanuit de markt gewoon beantwoorden. En zo zijn we live gegaan, we zijn met 600 kilo watermeloen, drie leuke dames, heren, in de mooie watermeloenpakjes, hebben we het centrum van Utrecht veroverd. Het was geweldig, want we hadden de media hadden we getrokken, het was prachtig. En iedereen vond het heerlijk. Iedereen vond die watermeloen heerlijk en wij waren op de markt. Zakelijk WhatsApp voor bedrijven. We gingen naar Web Summit, een van de grootste techbeurzen van de wereld. Na de start van ons bedrijf mochten we daar naartoe in Dublin. Mijn eerste buitenlandse zakentrip ooit. Het was hartstikke leuk om daar te staan. En na een half jaar hadden we klanten als Heineken en de Tweede Kamer en Nu.nl en de Belastingdienst. Want ja, zij wilden gewoon WhatsAppen met hun klanten. En wij hadden daar dé oplossing voor. En we wilden nog meer groeien, nog harder groeien. Dus we gingen op zoek naar de tweede investeerder. We hadden eerder al 35.000 euro opgehaald om te groeien. Omdat we zo ontzettend hard groeiden, kregen we dat in januari 2016, ongeveer een jaar geleden, hadden we 150.000 euro en dan konden we nog harder gaan groeien. Geweldig, deze rollercoaster waar we in terechtgekomen waren. Want ons team groeide enorm naar 16 man. Alleen op dat moment, anderhalve maand na die investering, kwam deze brief binnen. En dit was een brief van de advocaten van WhatsApp. Die de welbekende cease and desist letter stuurde. En wat er eigenlijk in die brief staat is, jongens, heel leuk hoor, wat jullie doen. Maar jullie schenden de privacyvoorwaarden, eigenlijk alle voorwaarden die ze konden bedenken. En als jullie hiermee doorgaan, dan hebben jullie een heel erg groot probleem. En toen zijn we gaan nadenken en nadenken. Ja, hoe gaan we daarmee om? Dit is wel kloten. Een van de grootste techbedrijven ter wereld die jou als een bedreiging ziet. Dat is aan de ene kant een compliment. En aan de andere kant is dat heel erg kut. Want je hebt wel personeel wat je moet betalen. En huur die je moet betalen. Uiteindelijk, die harde groei en dat akkefietje met WhatsApp, dat leverde ons roem op. Wij werden beste jonge ondernemers van Nederland. Maar het gekke is dat anderhalve maand later dit medium dezelfde foto heeft gebruikt voor ons faillissement. Heel dubbel voelde dat voor ons. Want anderhalve maand later, na alle ellende, waren we failliet. Op 27 juli 2016 sprak de rechtbank van Utrecht het faillissement van Watermelon uit. En dat was diep en diep triest. Maar naast dat het diep triest was, voelde ik me wel opgelucht. Al die onvrede, al die ellende die we wekenlang over ons heen hebben gekregen. Bedrijven die zeggen, ja, mijn tool doet het niet. Nee, vind je het gek, WhatsApp blokkeert je nummer continu. Het personeel dat we niet konden betalen, dat blijft bellen, waar blijft mijn geld? En de huurschuld die liep steeds hoger op. Bang dat ik geen inkomen meer zou hebben. Bang dat ik geen dak meer boven mijn hoofd zou hebben, omdat ik veel te eigenwijs ben om mijn loon niet te gaan. Bang. En ik wist niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Dus ik trok een Ash Ketchum outfit aan, ik installeerde Pokémon Go op mijn telefoon en ik ging naar het centrum van Utrecht om daar Pokémons te vangen. Want op die manier dan dacht ik niet aan het faillissement en al die ellende die erbij kwam kijken. Echter, het was niet voor hele lange duur. Want ik ben veerkrachtig genoeg om hier uit te komen. En dat besefte ik op een zaterdagochtend. Ik werd wakker. En ik werd niet alleen in mijn bed wakker, maar ik werd wakker en er floot een vogeltje buiten. En ik voelde een vuur in me branden. Een vuur dat ik al jarenlang niet had gevoeld. Een vuur dat zei, gas erop, je moet gaan, je moet doorpakken, je moet er echt voor gaan. Want dit is het moment dat je opnieuw kunt beginnen met al die kennis die je hebt vergaard. En zo is ook ons eerste bedrijf in september, anderhalve maand na het faillissement, opgericht. Watermelon Ventures. Maar omdat we ook al diep in die klantcontactbranche terecht waren gekomen, hebben we ook Watermelon Messenger geuit. Opgericht.
Een systeem waardoor bedrijven niet alleen kunnen appen, maar ook Facebooken, mailen, alles kunnen doen vanuit één overzicht. En daar willen we ook nog kunstmatige intelligentie in toevoegen, zodat ze het kunnen automatiseren. Dat was onze droom, dat is onze visie. En daar wilden we vol voor gaan. Maar je hebt wel een litteken. In de media is het breed uitgekomen. Dus dat was hard of pittig om weer op te staan. Maar na 5 maanden hard zwoegen, afgelopen 10 januari, dit is 2,5 week geleden, gingen we live met onze nieuwe campagne, Watermelon Feet. Dacht het niet. Begonnen in een koffiehuisje, want we moesten iets verzinnen. En uiteindelijk konden we hiermee live gaan. En onze nieuwe tool gaat tot 1 februari. En de resultaten liggen er niet om. Want we hebben in 2,5 week meer dan 350 klanten weten aan te sluiten. Meer dan 800 gebruikers. We hebben 1,5 miljoen euro opgehaald om dit waar te maken. Om onze visie daadwerkelijk om daar iets van te maken. En 1 februari, zoals ik al aangaf, gaan wij live. Terwijl een half jaar geleden zat ik nog rock bottom. En rock bottom betekent niet dat je helemaal geen geld meer hebt. Maar rock bottom is een gevoel van uitzichtloosheid. Dat je niet meer weet waar het pad überhaupt is door al die bomen. Dat je het niet meer ziet. Dat je het gewoon niet meer kunt begrijpen. En zo kom ik ook bij de boodschap van mijn talk. En dat is dat je nooit, maar dan ook nooit, op moet geven. Maar ik weet zeker dat iedereen in deze zaal hier wel iets heeft waarvan zij denken, shit, ik moet gewoon doorpakken. En ik voel me kut nu, maar ik moet het gewoon gaan doen. Want op het moment dat je het gaat doen, dan gebeuren de leuke dingen. En er is 1 quote die mij bijblijft. En dat is, niets kan je tegenhouden. En als je in jezelf gelooft, dan ben je onoverwinnelijk. Dat is wat ik de afgelopen 5 jaar heb gedaan. En dat is wat ik de komende 30 jaar blijf doen. Dankjewel.